Goedemiddag, welkom bij het webinar Accijns op 7 december 2017. Mijn naam is Bart Boersma, ik ben van Customs Knowledge en ik ga u vandaag meenemen in het mooie vakgebied van accijns. Wij vertellen meestal van alles over douanerecht, douanewaarde, tarief, oorsprong, formeel douanerecht. Maar vandaag hebben we het een en ander te vertellen over accijns. Deze opname of dit webinar zal ook worden opgenomen op YouTube. Of in ieder geval, we nemen het op en we publiceren op YouTube. Dus als u later nog een keer wil bekijken, dan kan dat geen enkel probleem. Het programma voor vandaag. Ik zal eerst met u doorlopen wat zo interessant is aan het onderwerp accijns. Er zijn meerdere redenen voor. Ik ontkom er niet aan om het juridisch kader eens te bekijken. Niet voor niets zijn wij een kantoor dat gespecialiseerd is in juridische adviezen. Overigens zie ik ook bij de aanwezigen een aantal juristen zitten, dus ook welkom. Ik besteed aandacht, kort, aan wat accijnsproducten zijn, wanneer de accijns verschuldigd is, wanneer je helemaal geen accijns hoeft te betalen, terwijl het wel accijnsproducten betreft, of wanneer je accijns kunt terugkrijgen. En we komen aan heel veel onderwerpen niet toe. Dat is ook niet zo heel erg. Ik behandel vandaag slechts een selectie. Wilt u heel veel meer daarvan af weten, dan is dat mogelijk. 7 februari 2018 organiseren we een expertsessie. Dan kunt u een hele dag ondergedompeld worden in de materie van accijns. En op die dag, dan is het ook mogelijk om eigen vragen te deponeren en onderwerpen te laten behandelen die voor u van toepassing zijn. Dus dat is prima mogelijk. U kunt zich daar uiteraard voor inschrijven. Wat is er zo interessant aan accijns? Ik zei het al. Nou, er zijn een aantal elementen die ik in ieder geval interessant vind. En dat is het feit dat het een nogal hybride belasting is. Van de ene kant is het een nationale belasting. Een belasting die dus naar de Haagse schatkist gaat. Die ook voor het grootste gedeelte gestoeld is op nationaal recht. We hebben niet vriendelijk de wet op accijns, het uitvoeringsbesluit, uitvoeringsregeling, beleidsregels. Maar er zijn ook heel veel Europees rechtelijke grondslagen. We hebben richtlijnen, verordeningen die omschrijven waaraan de nationale regels moeten voldoen. Dus een hybride grondslag, zowel Europees rechtelijk als nationaal. Wat interessant is aan deze heffing is dat het om echt heel veel geld gaat. Het gaat om enkele miljarden. 11 miljard wel te verstaan, per jaar ongeveer. En die heffing is dus, de totale belasting, die is dus vrij groot. Maar de heffing op het product zelf is ook hoog. Een litertje water invoeren, dat is niet zo duur. Een liter whisky invoeren is heel duur, want daar gaat accijns overheen. En eigenlijk is de accijns een veel hogere druk dan het gemiddelde douanerecht. Ik zei het al, 11 miljard ongeveer. Nou, als je nu de CBS-gegevens bekijkt, CBS houdt die bij. Deze gegevens zijn van vandaag, dan kun je dus ook zien dat in de afgelopen 6, 7 jaar zo omstreeks 11, 10, 11 miljard aan accijnzen is geïnd. Het grootste gedeelte gaat op aan benzineaccijns, daarna accijns op minerale olie, overige minerale olie, anders dan benzine dus, tabaksaccijns heel veel en dan komen de dranken. Een grote inkomstenpost is voor de Nederlandse overheid. Wat houdt ons nog meer bezig? Waarom is het product zo interessant of het rechtsgebied? Ja, er ontstaan elke keer natuurlijk weer nieuwe discussies. Want breezers, ja, hoe moet je die indelen? Zijn dat wel accijnsproducten? Campinggas. Is campinggas een minerale olie? En is dat een minerale olie die bedoeld en bestemd is om je vocht te stuwen? Of juist te verwarmen? Of, nou, ik kom daar dadelijk op terug overigens. Wat doen we met de e-cigaret? Moet de e-cigaret accijns worden onderworpen? Nou, interessante onderwerpen die niet vandaag de revue passeren, anders dan campinggaskort,
maar ja, die heel veel partijen wel bezighouden. En als we het hebben dan over verschillende partijen, dan is dat ook het interessante aan accijns. Want het is niet alleen maar een bestuursrechtelijke kwestie. Je kunt het oneens zijn met de douane. Het is ook zo dat de partijen onderling vaak met elkaar van mening verschillen over wie dat moet betalen en ja, wie de belastingschuldige is. Dus het biedt veel reden tot discussie. Civiele rechters wordt vaak gevraagd om de ene partij te veroordelen wat de andere partij moet betalen. En een expediteur die van een paar tientjes aangifte doet, maar achteraf wordt geconfronteerd met een torenhoge accijnsschuld, die gaat er natuurlijk niet voor eigen rekening betalen. Ook in het strafrecht zien we veel jurisprudentie. Ik kom daar nu niet op terug, wel 7 februari. Maar veel jurisprudentie over vervoerders, vrachtwagenchauffeurs, opslaghouders. En waarbij het dan de vraag is of zij wel of niet hadden moeten weten dat het accijnsgoederen waren die onttrokken waren aan een accijnsschorsingsregeling. En er zijn er tal van voorbeelden waarbij u allen denkt, goh, ach, dat gaat mij niet gebeuren. Nou, dat denk ik ook wel. Maar er zijn ook wel een aantal voorbeelden waarvan je denkt, goh, is het niet zo dat ja, ook ik hier als legitieme partij een risico speel, een risico loop. Het juridisch kader. Ik zei het al, daar zal ik aandacht aan besteden. Ik ga niet vandaag jurist van u maken. Sommigen zijn het al en sommigen willen dat helemaal niet worden. Dus laten we dat vooral zo houden. Toch even kijken naar de aard van de belasting en ook dus de achtergrond ervan. Allereerst de aard van de belasting. Het is, de accijns is een nationale belasting met een EU-kader, met een EU-karakter. Het is een kostprijsvolgende belasting en het is ook een bijzondere verbruiksbelasting. Dat heeft dus tot gevolg dat voordat die producten op de markt zijn, zo 100 euro kosten. En als ze op de markt worden geplaatst, die producten misschien wel heel veel meer kosten voor de klant. De consument betaalt, maar de accijns wordt geheven van degene die die producten produceert, uitslaat uit een AGP en dergelijke. Ik zei het al, het is een nationale belasting, maar gegrond op Europese wetgeving. En dat zie je dan ook, want als je naar de wetgeving zelf gaat kijken, dan is er een verordening, zijn er verschillende richtlijnen die vaststellen wat producten, nu, voor welke producten als accijnsgoed kunnen worden aangemerkt, wanneer een accijns verschuldigd is, ga zo maar door. Die zijn vervolgens uitgewerkt, die richtlijnen zijn uitgewerkt in nationale wetten, nationale besluiten, nationale regeling. Het is een ministeriële regeling, een besluit van de regering en de wet van de Tweede en de Eerste Kamer. En ja, daarin zijn heel veel kleine details opgenomen, omdat de richtlijn slechts hoofdlijnen bevat. De meest belangrijke Europese grondslag, dat is de horizontale richtlijn 2818. U kunt het op het scherm zien, daarin is vastgelegd welke goederen accijnsgoed zijn, wat het geografisch gebied is, in welk gebied geldt de accijnswetgeving, in welke situaties verschuldigdheid ontstaat, wanneer niet. Wanneer moet er betaald worden bij productie? Kan de betaling ook geschorst worden omdat de goederen onder vervoer of in opslag bevinden? En ik zei het al bij het programma van vandaag, wanneer is er sprake van teruggaaf of een vrijstelling? Dat alles is vastgelegd in die horizontale richtlijn. Die horizontale richtlijn die beschrijft niet alles tot in detail, daarom hebben we Nederlandse wetgeving. We hebben echter nog meer Europese regels, namelijk verordening 684 uit 2009. Die gaat over de administratieve documentatie, nu de elektronische documentatie, het AGD. En we hebben nog een hele oude verordening die nog steeds van toepassing is uit 1992, namelijk het vereenvoudigd geleidedocument. Het vereenvoudigd geleidedocument, dat moet worden opgemaakt voor goederen die veraccijnd zijn en voor volledig gedenatureerde alcohol. Dit zijn de Europese regeltjes waar ik kort aandacht aan besteed. Ik ga nu verder kort aan naar de nationale wetgeving. Want in die nationale wetgeving daarin is specifiek en ook bindend vastgelegd waar u als
accijnsbetaler aan moet voldoen. En dat is meestal niet de particulier, dat is uiteraard vooral de ondernemer. We hebben de wet op de accijns, het uitvoeringsbesluit en de uitvoeringsregeling. Dat is hartstikke interessant. Maar misschien is nog wel interessanter het geheel aan regels die de staatssecretaris heeft gemaakt. Regels waarin uitzonderingen worden gemaakt, toestemmingen worden verleend, aanvullend op de wet, het besluit en de regeling. En die regels die waren ooit eens een keer in het handboek accijns opgenomen, maar dat is niet meer van toepassing. Nu zijn de beleidsregels accijnswetgeving van toepassing. Ik heb zomaar het idee dat de meesten van u die beleidsregels niet kennen. Enkele zeer zeker wel, daar twijfel ik ook niet aan. Maar die beleidsregels die worden dus gepubliceerd in de Staatscourant en zijn dan vaak een jaar, twee jaar van toepassing. Op dit moment zijn de regels van 1 december 2015 van toepassing. Regels die door de Belastingdienst, Douane en Landelijke Kantoor worden gepubliceerd. Waarin dus namens de staatssecretaris toestemming wordt gegeven om af te wijken van de regels van de wet, het besluit of de regeling. 15 december 2015, is deze versie nog wel actueel? Ja, dat is die. Op dit moment geldt deze versie van de beleidsregels. Maar vanaf 1 januari 2018 komen er nieuwe regels. En dat is ook recent gepubliceerd, vrij recent, namelijk 13 november. En daarin zijn dus actuelere regels, aanvullingen opgenomen op de regels die er al zijn en waren. Nou, wat staat zo allemaal in die beleidsregels? Soms wel schokkende dingen, soms wordt iets toegestaan wat voorheen niet mogelijk was. Soms zijn het vereenvoudigingen. Ik heb een aantal eruit gehaald. Deze nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2018. Hij is formeel gepubliceerd door de staatssecretaris, althans namens de staatssecretaris op 13 oktober, maar hij is pas op 13 november gepubliceerd. Wat staat daar zo in? Als er sprake is van rechtstreekse aflevering, dan kun je afzien van allerlei uitvoerige gegevens in het END, maar mag je ook met een code werken, bijvoorbeeld. Of hoe zit het met ABC-transacties tussen vergunninghouders van accijnsgoederenplaatsen voor minerale olie voor afvaltransacties per truck bij depots en raffinaderijlaadpunten? Nou, een hele lange zin, met ook heel veel tekst, waar in ieder geval dus vereenvoudigingen, automatiseringen worden toegestaan die niet zomaar uit de wet voortvloeien. En als laatste, een leuk voorbeeld, de levering vanuit een AGP, accijnsgoederenplaatsen met tankauto's of schepen. En dat gaat niet over minerale oliën alleen, maar dat kan ook gaan over bier aan horecaondernemingen. Ja, allerlei regels waarvan het bestaan toch wel enorm belangrijk is. Hierin staan bijvoorbeeld normen voor verliezen. Hoe ga je om met salderen? In ieder geval dus allerlei mogelijkheden die van invloed kunnen zijn op uw praktijk, op de onderneming. Misschien dat ik u nu al bijna aan het verliezen ben, nou, dan stoppen we ook maar heel snel om dat juridisch kader te behandelen. Het is misschien wel goed om te weten dat wij het Customs Compliance Platform hebben. En in dat kader dus in dat Customs Compliance Platform neerzetten welke wijzigingen er zijn. We houden dat voor bedrijven bij. En als u dan ook zo'n abonnement heeft, dan kunnen we dat specifiek en dedicated voor u bijhouden. Hier een afdrukje ervan of een schermafdruk. Voor de nationale wetgeving, accijns, de beleidsregels en bijvoorbeeld naar aanleiding van het regeerakkoord hebben we opgenomen welke maatregelen van toepassing zijn voor de accijns. En die voorvloeien dus uit het belastingplan en het regeerakkoord. Ik zou het hierbij laten in het juridisch kader, dat doe ik dan ook. Dus nu over naar de vraag, wat zijn nu eigenlijk accijnsproducten? Dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk, tenminste als je de wet erbij pakt, dan volgt dat eenvoudig daaruit. In een van de eerste artikelen staat namelijk dat accijns wordt gegeven op bier, tussenproducten wijn en overige alcoholhoudende producten, op minerale oliën en op tabaksproducten. Drie groepen dus van accijnsproducten, alcoholhoudende producten, minerale olie en tabaksproducten. En eigenlijk voor elk product kun je toch wel weer gaan discussiëren of het een accijnsproduct is. Voor bier, hoe zit het met alcoholvrij bier?
Nou ja, alcoholvrij bier is geen alcoholhoudend product, maar alcoholarm dan 0,2% of 0,5%. Nou, daar zijn allemaal regels voor. De briezers zijn een tussenproduct, overige alcoholhoudend product of helemaal geen accijnsproducten. Ik neem u in een ander product mee, in een andere discussie, die ik in ieder geval wel leuk en interessant vind. En dat is de vraag hoe je campinggas moet klassificeren. Is dat een accijnsproduct? Is dat een product waarover je accijns moet betalen? Gebruik je deze accijnsproducten, als het dat zijn, voor de voorstuwing van auto's? Of gebruik je ze als brandstof voor verwarming? Want dat is, zo lezen we in artikel 25, het criterium om in te delen als accijnsproduct. Onder minerale olie wordt verstaan de producten van de volgende GN-codes. Nou, dan zie je allerlei GN-codes. En bij hoofdstuk 15, hoofdstuk 29, hoofdstuk 38, moet elke keer de vraag gesteld worden, is het wel bedoeld als motorbrandstof of als brandstof voor verwarming? Artikel 25 kent ook nog een tweede lid. Daarin staan namelijk als minerale olie worden ook aangemerkt andere producten dan minerale olie die zijn bestemd voor gebruik. Worden aangeboden voor verkoop, worden gebruikt motorbrandstof of als additief motorbrandstoffen of andere koolwaterstoffen dan die eerder zijn genoemd, die ook weer worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Maar dan niet steenkool, bruinkool, turf en andere soortgelijke vaste koolwaterstoffen en ook niet aardgas. Tja, waarvoor wordt dit product gebruikt? Ik ben eens gaan kijken op internet en als ik zoek op campinggas, dan krijg ik toch vooral deze dingetjes allemaal om te koken, om te verlichten, om ja, iets van skottelbraai of te barbecuen. En zelf zou ik niet denken dat het nou bedoeld is om te verwarmen. Het is niet heel slim om zo'n campinggas dingetje aan te zetten in je tent en daarbij lekker te gaan slapen, zodat je niet al te koud krijgt het 's nachts. Toch lijkt het erop dat de inspecteur dat wel vindt, maar daar zal ik nu niet nader op ingaan. Feit is wel dus dat het van belang is om daar kritisch naar te kijken en om voor al de producten die ergens in deze productranges vallen goed af te vragen, valt het wel of niet onder. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de e-cigarette, is dat nou wel of niet een product waarover accijns wordt geheven? Naar mijn mening overigens niet. Want het heeft geen tabak. Maar er zijn stemmen waaruit blijkt dat men dat wil gaan veranderen. Dat even over de vraag, zijn het accijnsproducten? Even interessant is, als je vastgesteld als iets een accijnsproduct is, het antwoord op de vraag, is er überhaupt wel accijns verschuldigd? En als je de wet bekijkt, dan is het eigenlijk heel eenvoudig neergelegd. We hebben namelijk maar één belastbaar feit. Dat is anders dan in het douanerecht. We hebben meerdere verschillende belastbare feiten. Maar in de accijnswetgeving hebben we één belastbaar feit, namelijk uitslag tot verbruik. Nou, zo simpel is dat toch niet. Want als je dan artikel 2 openklapt, dan zie je artikel 2 lid 1 letter A diverse regelingen waaronder uitslag tot verbruik wordt verstaan. Het aan een accijnsschorsingsregeling onttrekken van accijnsgoed, het voorhanden hebben van, van accijnsgoed buiten accijnsschorsingsregeling, de productie, invoer. Dus er is heel veel mogelijk om te komen tot uitslag tot verbruik. Sterker nog, als je het hele artikel 2 bekijkt, dan is er nog wel wat meer. In heel veel gevallen moet er betaald worden, maar Nederland is een distributieland, dus Nederland heeft uiteraard, moet ook, volgt uit verordening en richtlijn, Nederland heeft allerlei mogelijkheden om niet te hoeven te betalen of nog niet te betalen. Natuurlijk kunnen accijnsgoederen onder douaneverband hier worden doorgevoerd, dan is er überhaupt geen belastbaar feit voor de accijnswetgeving. Dan kom je niet in de wet op het accijns terecht, want de goederen bevinden zich onder douanevervoer of onder opslag onder douaneverband. Dat is anders voor communitaire goederen, voor uniegoederen. Uniegoederen, die accijnsgoederen zijn, daar moet je belasting over betalen, tenzij je ze in een accijnsgoederenplaats opslaat of dat je ze vervoert. Je brengt ze over onder een accijnsschorsingsregeling. Dit zijn dus smaken, mogelijkheden waarbij er wel sprake is van accijnsproducten, waarbij je ook de beschikking hebt over die accijnsproducten, maar waarbij je niet hoeft te betalen. Althans nog niet.
Als we dan kijken naar het vervoer, het overbrengen onder een accijnsschorsingsregeling, en dan laat ik even buiten beschouwing het VGD, het vereenvoudigd geleidedocument, dan zijn er grofweg twee mogelijkheden om dat vervoer te doen. In heel veel gevallen wordt er gebruik gemaakt van het geleidedocument, het EAD. Het vervoer tussen twee AGP's, waarbij het ene AGP de goederen verzendt, een vroeger AGD opmaakt en de ontvangende AGP dus dat document registreert en daarmee zuivert. Er zijn echter ook allerlei vereenvoudigingen waarbij er geen AGD's opgemaakt hoeven te worden en waarbij een inschrijving in de administratie voldoende is. Dat zijn belangrijke vereenvoudigingen, die worden veel gebruikt, maar er hangen wel wat haken en ogen aan. Deze uitzondering, die vereenvoudiging, dat is niet iets wat de staatssecretaris zomaar heeft bedacht, dat is al verankerd in de wet, want in artikel 86 van de wet op accijns is vastgelegd dat de inspecteur vereenvoudigde procedures kan vaststellen voor veelvuldige en regelmatige overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling die op de grondgebieden van twee of meer lidstaten plaatsvinden. Nou, mooi. Dat is dan vervolgens uitgewerkt in artikel 2a van het uitvoeringsbesluit. En uiteindelijk, en daar zie je dan het belang van die beleidsregels, is in die beleidsregels van de staatssecretaris ook nog neergelegd een verdergaande vereenvoudiging dat je niet een AGD hoeft op te maken, ook geen maandverklaring, maar dat je administratie zodanig inricht, zodanig opvoert, dat uit de administratie op elk moment voortvloeit welke verplichting je hebt in het kader van de accijns. Een vergaande vereenvoudiging die uiteraard wel verplichtingen met zich meebrengt en die ook risico's inhoudt. Gaat het niet goed, dan zal de claim direct mooi groot zijn. Tot zover even opslag, vervoer, schorsing onder dwalingsverband. Als er geen sprake is van schorsing, er wel sprake is van het accijnsproduct en er dus betaald moet worden, dan hebben we toch nog twee smaken dat er uiteindelijk geen druppel bloed voortvloeit. Namelijk omdat er een vrijstelling geldt of omdat je de betaalde accijns terug gaat krijgen, teruggaaf. Bij vrijstelling is er dus wel sprake van een belastbaar feit. Je hebt te maken met een accijnsproduct, je hebt te maken met een belastbaar feit, maar toch zijn er redenen om de uitslag zelf vrij te stellen. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn omdat je liqueur gebruikt voor de productie van kersenbonbons. Dat kan zijn omdat je alcohol, zuiver alcohol, als standaard gebruikt voor het desinfecteren van je tangetjes en dingetjes allemaal. Het kan zijn omdat het gebruikt wordt aan boord van een zeegaand schip als bevoorrading. Het kan gaan over diplomatieke zendingen, strijdkrachten die beleverd krijgen. In ieder geval een hele reeks van vrijstellingen die natuurlijk ook weer in de wet zijn vastgelegd, artikel 64. En waarbij wel geldt dat er allerlei verplichtingen zijn, formaliteiten waaraan moet voldaan worden om van die vrijstelling gebruik te kunnen maken. En het zal u niet verbazen dat in diverse gevallen wel gebruik gemaakt wordt van de vrijstelling, niet betaald wordt, maar uiteindelijk toch niet aan die verplichtingen kan worden voldaan. Dat de administratie niet goed is ingericht. Dat geeft dan altijd problemen, want de douane komt achteraf controleren en als je dat niet meer kunt repareren, heb je een probleem. Dan de teruggaaf. De teruggaaf is eigenlijk een spiegelbeeld, maar wel met hetzelfde effect. De accijns is al betaald en er bestaat dus een reden om die terug te geven. En waar ik echt duidelijk op wil wijzen is het feit dat je alleen maar accijns in Nederland kunt terugvragen die ook daadwerkelijk in Nederland is betaald. In die expertsessie in februari zal ik daar uitgebreid aandacht nog aan besteden. Maar veel bedrijven denken dat ze Duitse accijns in Nederland kunnen terugvragen. Dat kan niet. Je kunt alleen een belasting terugvragen als het een nationale belasting is in dat land waar die nationale belasting ook is afgedragen. Redenen voor teruggaaf. Nou, in ieder geval krijg je je geld terug als je eigenlijk gebruik had kunnen maken van een vrijstelling. Maar, ja, om welke reden daar dan op dat moment geen gebruik van hebt gemaakt. Je krijgt je accijns terug als de goederen verloren zijn gegaan, als ze vernietigd zijn onder ambtelijk toezicht of zijn uitgevoerd. En, als goederen
veraccijnsde producten worden ingeslagen in een AGP, dan krijg je ook die accijns terug, omdat in een AGP immers niet veraccijnsde producten zijn opgeslagen. Belangrijke toevoeging, volgt ook uit de wet, dan moet het AGP wel voor dat product zijn aangewezen. Een AGP kan alleen maar gebruikt worden voor de goederen waarvoor het AGP is aangewezen. Als je een AGP van minerale olie hebt, en je denkt daar ook overige alcoholhoudende producten in op te slaan, dan loopt dat mank, want daar heb je geen vergunning voor. Vrijstelling, teruggaaf, twee belangrijke onderwerpen. Voor de tandarts op de hoek zal het enkele duizenden euro's misschien zijn, misschien enkele honderden, maar voor heel veel bedrijven geldt een vrijstelling van teruggaaf. Is het verschil veel miljoenen euro's betalen of 0 euro betalen. Dames en heren, aan het begin van dit webinar zei ik het al, ik heb veel niet behandeld. Ik heb geen enkele jurisprudentie behandeld. Het komt overigens niet vaak voor dat ik dat niet doe. Ik ben niet diep ingegaan op opslag, vervoer en uitvoer. We hebben niet gekeken naar de tarieven en de wijzigingen daarvan. Naast het feit dat we een AGP-houder hebben en iemand die een AGD opmaakt, hebben we ook geregistreerde geadresseerden, geregistreerde afzenders. Geen aandacht besteed aan salderen en verliesnormen. En misschien nog wel het meest interessante, hoe kun je nou voldoen aan alle eisen van de wet op taxijns en de andere besluiten en regelingen? En hoe verminder je de risico's? Oftewel, hoe ben je compliant? Als u nou denkt, goh, ik heb behoefte aan heel veel meer informatie, als u dit webinar erg interessant vond, nou, komt u dan gerust 7 februari 2018, de hele dag. En dan zullen we namelijk uitgebreid over al deze onderwerpen de details behandelen en daar uitgebreid op ingaan. Zoals gezegd, er kunnen ook eigen onderwerpen en eigen vragen ingediend worden, dan wel vooraf overigens. Ik kom aan het einde van dit webinar. In ieder geval dank voor uw aandacht. Zoals gezegd, 7 februari hebben we nog een expertsessie accijns. 28 maart 2018 hebben we een expertsessie over de heffingsgrondslagen, douanewaarde, klassificatie en oorsprong. En niet onbelangrijk, 30 mei hebben we een expertsessie over customs compliance. We begrijpen van de douane dat de herbeoordeling van de AEO-status compleet anders moet gaan gebeuren. Zo stelde de Europese Commissie, althans hebben we begrepen. De eerdere herbeoordelingen van afgelopen jaar moeten over. De nog uit te voeren herbeoordelingen, die zullen diepgaand en vergaand worden. Dus de sessie van 30 mei, die kan daar een belangrijke impuls aan leveren. 19 december hebben we weer een webinar, het webinar Jurisprudentie. En tenslotte, maar dan eindig ik echt, op 7 maart 2018 start er weer een opleiding expert douanezaken. HBO-niveau is dat. Dus wilt u naar een hoger niveau, wilt u echt expert worden, komt u dan gerust op 7 maart 2018. Maar niet alleen op die dag, maar meerdere dagen is dat. Een volwaardige opleiding. Ik dank u allen. Als u specifieke vragen heeft, dan kunt u die nog in deze omgeving stellen. En anders wellicht zie ik u later, 7 februari, en anders bij een andere webinar. Ik dank u.